De Chinees-Indische eetcultuur behoort sinds kort tot Nederlands immaterieel erfgoed. Dat betekent dat Nederland de komende jaren heel hard zijn best gaat doen, zodat de Chinese restaurants niet uit het straatbeeld verdwijnen. Zo kan ook de komende generatie nog genieten van Chinees eten. Wat vinden onze Tilburgers daarvan? Wij gaan de straat op. Gaat u ook wel eens naar de Chinees? Ja. 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 Best wel vaak. Ja. Eén keer in de twee weken? Ja, ik eet wel ongeveer. Denk 2 keer per maand Chinees eten. Denk 1 keer in de 2 maanden of zo? Ja, zoiets, denk ik ook. Ja. Ja, eigenlijk niet vaak. Ik denk 2-3 keer per jaar of zo. Maar dan is het wel lekker. Ik eigenlijk bijna nooit. Niet zo vaak eigenlijk, eerlijk gezegd. Nee. Yiping Kei is een van de oudste Chinees-Indische restaurants van Tilburg, opgericht in 1966. Inmiddels is het restaurant al 5 keer van eigenaar veranderd. En de laatste eigenaar is Li Feng Zhang. Vroeger. Is voor Chinese Indisch restaurants altijd voor die familiewerk. Nu die tijd, de kinderen willen niet voor de Chinese Indisch restaurants werken. Omdat het is te hard werk. Alle saus moeten maken, alle glas maken, is moeilijker. Toch veel, heel veel dingen moeten leren. Daarom en nou ze heel weinig voor de Chinese Indisch restaurants. Alles van naar de sushi of wereld koken, dat is iets makkelijker. Het eerste Chinese restaurant werd in 1920 opgericht, precies 100 jaar geleden. Het eerste restaurant in Tilburg werd begin 1950 opgericht en heette Shanghai. Ja, meestal gewoon meer mensen, gewoon Babi Fangang, Fu Yonghai of Nasi Ramen, gewoon ja, heel verschillende dingen. Wij ook in de Babi Fangang, maar Fu Yonghai is niet zo veel eten, maar ook wel. Ook nasi ramen, bami ramen, ook lekker. Met zijn stoofvlees erin. Babi Panyang spek, soto soep. Lumpia. Bami? Ja, ik denk ook bami. Of nasi, of is dat nasi. Chinees? Jawel. Wel hè? Ja. Fu Yonghai of dat soort bami, nasi. Babi Panyang, gebakken banaan, ja van alles. Gewoon Chinees rijsttafel, dat soort spul. In China is er geen Babi Fangang. Dat is Babi Fangang gewoon speciaal voor Nederlands. Ze kent die gerecht niet. Meer vis en groente. Ja, dat is gewoon speciale groente van de Chinees. Ook speciaal gerecht van bijvoorbeeld xiaomeibolletjes, dianshun en mini papao. Die gerecht. Dat is gewoon echt Chinees en Cantonees. De Chinese mensen ook geboren in Nederland. Gewoon ook van de Babi Fangang, Fu Yonghai ook wel lekker met saté en alles. Bijvoorbeeld mijn dochter ook. Hè? Ze zijn dus geboren in Nederland. Nederlands is Chinees, zeg maar. In Tilburg is het aantal Chinese restaurants de afgelopen 10 jaar gedaald van 29 naar 16. Ondanks de dalende cijfers blijft de Chinese keuken populair. Chinese Indiërs is altijd weekends rust. De klanten altijd heel veel vast klanten. Sommige mensen gewoon elke keer komen halen ze en altijd hetzelfde gerecht. Soms wij ook gewoon vragen waarom je niet anders probeert. Dit is lekker. Het is altijd gewoon een beetje ja, Nederlands geweest, toch? Ja, eigenlijk wel. Er worden ook altijd grapjes en zo gemaakt. Ja, precies. Maar ik vind dat heel veel culturen eigenlijk gewoon al in Nederland een beetje bij horen. En er zijn ook echt veel Chinese afhaalzaken te vinden in Nederland. Ja, precies. Ja. Het is ondertussen ook een deel van Nederland geworden, Chinees eten. Maar of daar speciaal aan erfgoed moet worden, vind ik een beetje weg.